Hey mensen! Jarig zijn, wat is dat toch leuk? En cadeautjes ontvangen, wat is dat toch leuk? Maar ja, af en toe krijg je een cadeau waar je iets minder blij mee bent. En daarom hebben we hier 10 manieren om te reageren op een slecht cadeau. Hey Don! Hey. Gefeliciteerd! Ja, dankjewel. Kijk eens aan. Oh ja. Oh, wel even uitpakken hè? Oké. Oh, een Het is een geurkaars. Oh, een geurkaars. Ja, ik weet echt exact de plek waar ik deze ga plaatsen. Oh, echt? Wat leuk! Ja. Ik weet een heel mooi plekje hiervoor. Ah, oh, nou, dat vind ik te gek om te horen. Want ik liep dus in de stad en ik dacht, wat moet ik nou gaan halen? Ik vind het altijd zo moeilijk, hè? En toen zei een verkoopster tegen mij, hey, misschien moet je een geurkaars kopen. Wat is dat nou weer? Dat is het stomste cadeau ooit. Dat ga ik echt niet doen, dat stinkt. Toen zei ze, ja, maar er zit korting op. Ik dacht, hey, dat is een goed plan. Dus dat hebben we gekocht en dan vind je hem ook nog eens leuk. Dat vind ik te gek om te horen, man. Top. Nee, dat zei ik niet. Ik zei dat ik er een speciaal plekje voor had. Oh, waar dan? Hier. Hey, gefeliciteerd! Dankjewel. Hier, kijk eens, ik heb iets voor je gekocht op vakantie. En toen ik dat kocht, ik dacht, ja, dit is nou echt typisch Don. Ja, ik heb het daarna wel ongeveer nog 2 weken meegesleurd in mijn trektocht door de bergen. Maar ja, dat was het allemaal waard. Hier, kijk eens. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus dit heb je 2 weken lang met je meegesjouwd? Ja! Ja, weet je wat ik echt heel tof vind aan dit cadeau? Nou? Hij is echt heel zwaar. Ja, klopt. Ja, dit is misschien wel het zwaarste cadeau wat ik vandaag heb gekregen. Oh, dat hoef je niet te zeggen, joh. Ja, echt heel zwaar. Dankjewel. Hey Don, gefeliciteerd hè? Kijk eens, hiervoor ben ik speciaal naar Amsterdam gegaan. Oh, nou dankjewel. Het is een vaas. Een vaas? Ja, voor bloemen, weet je wel. Oh, een vaas, ja. Oh, wat jammer zeg. Ja, ik bedenk me ineens, deze heb ik al. Deze heb je al? Ja, nee, ja, dat vind ik echt heel jammer. Ja, sorry. Oh. Toevallig heb ik in Amsterdam nog een vaas gekocht. En die was eigenlijk voor mij. Maar weet je wat? Ik geef hem gewoon aan jou. Kijk eens. Nee, die heb ik ook al. Serieus? Heb jij zoveel vazen? Nee, dat niet. Maar wel precies deze. Oh, nou. Ja. Nou, dan maar zo. Nee, die heb ik ook al. Echt? Ja. En deze dan? Ook al. Oh. Tja, ja, dan ben ik bang dat ik geen cadeau voor je heb. Nee, die heb ik nog niet. Wat? Deze? Ja, die. Ja. Nou. Gefeliciteerd dan, Don. Dankjewel. Don, kijk eens. Meestal vind ik het heel lastig om een cadeautje voor iemand uit te kiezen, maar ik zag deze liggen en ik dacht van, ja, hier word je gewoon blij van. Oké, dankjewel. Zo, hé. Heb je hem al? Nee, maar er zal ook wel een goede reden voor zijn. Wat is het? Een ananassnijder. Een ananassnijder? Ja. Dus als je voortaan ananas gaat eten, kun je deze altijd gebruiken. Oh, dat is handig. Kom, laten we dat gelijk proberen. Oh, het hoeft niet per se nu. Jawel, joh. Dan kun je gelijk zien hoe gaaf je cadeau is. Top. Zo, en ja, en nu? Nee, kom eens.
Volgens mij is hij kapot. Ik denk het ook. Nee, dat is niet netjes dan. Nee. Nee, wacht even. Dat is niet netjes. Nee, hier. Nee, die heb ik al. Oh. Die heb ik nog niet. Ja, die. Don, gefeliciteerd. Dit is je cadeau en je raadt nooit wat dit is. Een boek. Oh. Ja, ik geef het je omdat je zo ontzettend van lezen houdt. Dat ik van lezen hou? Ik hou helemaal niet van lezen. Wanneer heb je mij voor het laatst zien lezen? Laatst nog, in het restaurant. Dat was de menukaart. Of op je telefoon, daar lees je ook de hele tijd. Dat waren appjes. Nou ja, een boek is gewoon 100.000 appjes achter elkaar. En ik las dit laatst en ik was er zo ontroerd door. En ik dacht, ja, dat is echt wat voor Don. Ja. Ik en mijn baarmoeder? Ja. Ja, ik vond het zo mooi. En ik weet zeker dat jij het leuk gaat vinden. Heb je het bonnetje toevallig nog? Bonnetje? Ja. Hoezo? Ja, dat vind ik handig om als boekenlegger te gebruiken. Oh. Even kijken. Nee, ja, volgens mij heb ik het bonnetje niet meer. Kun je niet wat anders gebruiken als boekenlegger? Nou, misschien die daar? Die? Ja. Ja, dankjewel. Kijk Don, dit cadeau is speciaal voor jou, omdat je zo van game houdt. Oh, dankjewel. Alsjeblieft. Een bord? Ja, voor tijdens het gamen. Daar kun je eten op doen. Een tosti of pizza of zo. Oh ja, super. Hij is echt heel mooi. Ja, geen probleem. Ja. Oeps. Hier ben ik de hele stad voor doorgelopen. Overal was hij uitverkocht, maar ik heb er toch nog eentje weten te vinden. Alsjeblieft. Oh, dankjewel. Jezus. Een onderzetter? Ja. Ik gebruik helemaal geen onderzetters. Ja, precies. Daarom wist ik dat je die nog niet had. Ik vind het echt een super stom cadeau. Wat een dom grapje. Net doen alsof je het niet leuk vindt. Hij doet het weer, hè? Stop! Stop, ik krijg buikpijn van lachen. Oh, wat gaaf! Ja! Oh, wat mooi! Nee, dat is nog niet. Hier maak je me echt super blij mee! Nee, dat ook niet. Oh. Oh, Don, we hebben net een ongeluk gehad op de weg hier naartoe. Maar wat gaaf! Wat gaaf? Dat is helemaal niet gaaf, joh. Maar het heeft een supergrote hoofdwond. Hier, moet je zien. Maar wat mooi! Mooi? Don, waarom zeg je zoiets? Oh, weet je wat? Ik hoef je nooit meer te zien. Hiermee maak je me echt super blij. Oh, man. Don, waarom hang je die poster hierop? Ja. Marit komt zo op mijn verjaardag en ik wil niet liegen. Hè? Kijk eens, Don. Speciaal voor jou. Ik zag deze en ik dacht... Don. Oh, wow, dankjewel. Oh, ja. En? Ja, hij is echt supermooi. Dit is echt het mooiste wat ik in tijden heb gezien. Echt? Ja, ik lieg nooit. Dat weet je. Dit is echt heel erg mooi. Nou, trek hem eens aan dan. Ik ben benieuwd hoe die staat. Ja. Super! Wat vind jij ervan, Dylan? Ik? Ik vind het heel erg mooi om te zien dit. Echt hele mooie kleuren. Dit is echt prachtig om te zien. Ah, mooi. Dan krijg jij hem ook op je verjaardag.
Nou, je wat bedankt, Don. Hey, kijk eens. Speciaal voor jou. Oh, dank je. Ah, super Rick. Dank je wel. Maar je hebt het niet eens echt uitgepakt. Nee, maar genoeg om te zien dat het echt een geweldig cadeau is. Dank je wel. Wil je wat drinken? Ja. Dylan, gefeliciteerd, man. Ah, dankjewel. Ah, super bedankt, man. Hier, kijk eens, Marit. Gefeliciteerd met je verjaardag. Speciaal voor je uitgezocht. Nou, dankjewel, hè, Dylan. Kijk eens, Rick. Speciaal voor jou uitgekozen. Oké. Okay. Oh, maar de scheetkussen. Het is het beste cadeau ooit. Het is precies wat ik wilde hebben. Oh, yes. Het is leuk, joh. Ja. Nou, blijkbaar vindt Don geen enkel cadeau leuk. Sorry, hoor. Maar nu weet je in ieder geval wel hoe je kan reageren op een slecht cadeau. Alsjeblieft. Graag gedaan. Belletje blijven. Ik wil Don heel erg bedanken voor het meedoen aan deze video. Check ook zeker zijn kanaal. Echt super bedankt, man. Je bent echt een topacteur. Dat is niet sarcastisch. Ik meen het serieus. Eerlijk. Ja, hij was echt goed. Hij was echt heel goed. Serieus. Ja. Waarom ben jij niet de nieuwe Brad Pitt? En wil jij nou deze geweldige Hey Mensen sokken winnen? Dat kan. En je kan ze misschien ook nog eens cadeau geven. Het is in ieder geval geen slecht cadeau. Laat dan in de reactie weten hoe jij reageert op een slecht cadeau. En like deze video. Oh, wacht. We moeten even een breaking sound effect doen. Jeetje! En de winnaar van de prijs uit de vorige video is geworden... Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. En klik op het belletje! Tot de volgende keer maar weer. Later!